Beste kijkers, goedendag. Ja, er komt voorlopig geen verandering in het heersende weerbeeld. We hebben namelijk te maken met een westelijke stroming en die voert in de bovenlucht zeer koude lucht aan. Dat betekent dus winterse buien die ontstaan boven de Noordzee. Soms trekt er een storing over. En dat betekent dan automatisch ook een verhoogde buienactiviteit. Dus ja, soms ja, echt donkere luchten, en dan valt er ineens een hagel of sneeuwbui. En als we kijken naar het weerbeeld voor de komende avond en. Dan vallen er enkele buien, voornamelijk in de vorm van hagel en sneeuw. Het kan dus opnieuw hier en daar wit en glad gaan worden. Bij temperaturen die dalen naar waarden. Rond het vriespunt aan zee een graad of 2, zeg maar, op de maasvlakte, diepe landinwaarts tot min 1 graad. en de wind wecht zwak tot matig en die komt erbij uit het westen tot het zuidwesten. Nou, morgen lijkt het weer sprekend op dat van vandaag. Dat betekent veel bewolking. Nou, soms zou de zon even tevoorschijn kunnen komen. Temperaturen 3 graden in de oostelijke helft van de regio, 5 graden op de tweede maasvlakte. Ja, en daarbij vallen dus verspreid over de regio regen, hagel en sneeuwbuien. De wind waait matig. Aan zee af en toe vrij krachtig, windkracht 5, uit west tot zuidwestelijke richting. Nou, ook het komend weekend en begin volgende week is het veel van hetzelfde. Van tijd tot tijd ja, hebben we te maken met die winterse buien. Soms droge perioden met zon. Temperaturen in de middag tot maximaal 5 graden. De hoogste temperatuur dan wel voortkomend zeg maar, in het kustgebied. S'nachts temperaturen rond het vriespunt tot lichte vorst. Met de laagste temperaturen dan juist in de oostelijke helft van de regio. De wind waait meestal matig. En komt uit het westen, tot Noordwesten. Ik wens je nog een prettige dag toe en heel graag tot morgen.